Het aantal banen op Schiphol is voor het eerst sinds 2008 weer gestegen. In 2011 werkten er 62.000 personen bij 500 bedrijven op de luchthaven. Dat is 3,2% meer dan in 2010. In de rest van Nederland daalde de werkgelegenheid nog licht. Het aantal banen is vooral toegenomen bij bedrijven die zich direct bezighouden met het vervoer van passagiers en vracht. Dit blijkt uit het onderzoek dat Regioplan in opdracht van Schiphol Group heeft uitgevoerd. De toename van het aantal banen komt deels door het grote aantal internationale bestemmingen dat rechtstreeks vanaf Schiphol bereikbaar is. Het aantal passagiers op Schiphol is in 2011 met 10% gestegen naar 49,8 miljoen. In totaal dragen passagiers die van, naar of via Schiphol reizen €11 miljard bij aan de Nederlandse economie. Dit zorgt zowel op de luchthaven als in de omliggende regio voor veel werkgelegenheid.